Het is niet zo dat als alle prijzen binnen de bakker ineens met 20% stijgen, dat ik dan ook gelijk volgende week 20% salarisverhoging heb. En dat ik dat dan ook in één keer weer uit ga geven bij de bakker. Nee, want de eerste instelling is je schrikt dat die prijzen omhoog gaan. Dat is hoe een consument nou eenmaal werkt. En die gaat even rustig afwachten. Zo werkt het in de hoofden van de consumenten. En dat is heel belangrijk om te begrijpen. Want hij zegt dus, wat is er erg aan als de lonen meestijgen en de winsten ook meestijgen? Want dan is er alleen maar meer winst en meer geld en zorgt dat toch voor een groeiende economie. Maar zo werkt dat niet. Want de ondernemers hebben tijdens perioden van inflatie ook te maken met andere stijgende lasten. Niet alleen met stijgende loonlasten. Zij hebben namelijk te maken met stijgende grondstofprijzen, met stijgende prijzen voor energie, met stijgende prijzen voor productie, met stijgende prijzen voor vervoer en stijgende prijzen voor personeel. Die nooit één op één doorberekend kunnen worden, want zo snel is die economische keten nou eenmaal niet.